Ik wil later best wel een politieke minister worden of een president van Amerika. De jeugd heeft de toekomst. Dat geldt ook in de Klingelberg, waar mama Damma een heel bijzondere aanvraag bij de gemeente heeft gedaan. Er kwam zo'n brief door de brievenbus. En daar stond, wat wil je voor Klingelberg? En ik dacht zo'n speeltuintje, want ze hebben niet zoveel speelplaats en wel schoolplein maar. Dus ik heb op zo'n website een speeltuin ingevoerd. Dit is mama Damma. Ze is 11 jaar oud en zit op openbare basisschool De Harlekijn. Ze woont graag in de Klingelberg. Maar toch ontbrak er nog iets volgens haar. Ik vind het belangrijk dat er meer kinderen buiten komen en dat er meer plekken zijn om te spelen. Gewoon een plek waar kinderen, oud en jong, gewoon bij elkaar kunnen. Dan kunnen ze picknicken en een paar acties waardoor kinderen wat meer buiten komen. Er was een brief gekomen. En er stond een website op en op de website stond, wat wil je voor Klingelberg? Dus ik had een idee voor het speeltuintje, want we hadden niet zoveel speeltuinen in de buurt hier. Ze reageerde daarom op een oproep van de gemeente, waarin ze aangaf dat ze graag een speeltuintje in de buurt wilde. Een paar maanden later belde iemand van de gemeente me op, mijn vader op, en zeiden ze zo van, we willen een speeltuintje in de buurt zetten. Jij mag kiezen waar en wat je erbij wilt hebben. Dus ik heb deze plek uitgekozen. Ook de gemeente vond het een goed idee en ging met mama Damma in gesprek. Als ideeën aangedragen worden, willen we graag met de mensen meedenken. Ja, wat kunnen we voor hen betekenen? En het zo mooi en een leefgenot zo groot mogelijk te maken ook en leefplezier. Wat zo leuk was, dat het vanuit kinderen kwam, moet ik zeggen. En kinderen, kijk, ouders kunnen een idee hebben, maar dit kwam echt vanuit de kinderen. En ook toen we gingen kijken met de kinderen hier, met de broers en zusjes van de aanvraagster. Die waren zo enthousiast en ja, daar word je zelf ook enthousiast van. Nou, dit is het speeltuintje en dit is waar ik aanvraag voor heb gedaan. Die rekstok daar. De bankje waar de mevrouw nu op zit. De schommelen. En daarachter nog een paar goaltjes. Voor voetballen. Ze heeft de aanvraag helemaal zelf gedaan. Het telefoontje van de gemeente was daarom een extra grote verrassing voor haar. Maar ook voor haar ouders. Ik had ze niet verteld dat ik dat had gedaan, want ik dacht ook niet zelf van dat gaat gekozen worden. Want ik dacht, er gaan wel heel veel dingen binnenkomen. Kinderen moeten kunnen spelen, moeten buiten zijn, moeten elkaar kunnen ontmoeten. En dat is heel belangrijk. Niet alleen maar thuis te zitten achter het spelcomputer. Ook dat hoort erbij natuurlijk. Maar ja, lekker buiten spelen, met elkaar treffen, nou, dat is heel belangrijk. Volgens mij heb ik wel wat meer vrienden gekregen. Het is een leuke plek geworden en ik ben er best wel trots op.